Johan, vorige week de koppositie heroverd. Denk heel tevreden daarover. En deze week doorpakken? Ja, dat is wat we willen. Hè. We willen bovenaan staan. We willen kampioen worden. En dat lukt alleen maar om als je bovenaan blijft staan. Dus vandaag zal het een goede voortzetting moeten zijn om die koppositie te behouden. Nou, die behoud je denk ik sowieso omdat de andere wedstrijden niet doorgaan. Dus je kan gewoon uitlopen op je concurrenten. Is dat ook belangrijk voor jullie, gelijk de druk bij de tegenstander neerleggen in dat inhaalweekend wat gaat komen? Ja, daarom moet je gewoon vandaag winnen. Hè. Ik bedoel, het is toch een psychologisch iets hè, als je dus 3 punten uitloopt. En zij moeten eerst die wedstrijd nog maar zien te winnen. Dus ja, de druk leg je toch ergens anders neer. Jullie hebben met Tony Tol 1 geschorste speler. Hoe gaan jullie dat oplossen in opstelling? Nou, we hebben Mike Vlaar teruggehaald naar de rechtsbackpositie. We hebben Arnold van Toren op de positie van Mike Vlaar neergezet. En zo... Nou ja, je blijft sterk in dit, met deze selectie, dus je gaat er niet op achteruit. Dus dat is het voordeel van zo'n goede brede selectie. Ja, want gaat dat nu ook, Gert had het de hele eerste helft van de competitie erover, dat jullie hebben een brede selectie. Gaat dat nu de komende maanden zich uitbetalen als er meer schorsingen komen? Ja, de bank bepaalt uiteindelijk waar je eind van het seizoen komt te staan. En nou ja, dat, als we mee blijven doen, en dat blijven ook, daar ben ik van overtuigd, ja, dan denk ik dat we daar wel in het voordeel mee zijn. Wat verwacht je van Noordwijk vanmiddag? Nou, vorige week is onze analist daar geweest en die heeft een heel defensief Noordwijk gezien. Met het inzakken rond de middenlijn. Maar ja, weet je, elke wedstrijd is weer anders. Dus je hoeft helemaal niet op te kijken dat zij toch meer druk vooruit gaan geven. Dus we houden overal rekening mee. Is goed, succes. Dankjewel. Namens het bestuur van IJsselmeervogels verzoek ik u te gaan staan. Geheel onverwachts is vanochtend ons erelid en voormalig materiaalman Driekus van Dieren op 71-jarige leeftijd overleden. De sympathieke Driekus was binnen de club IJsselmeervogels een uiterst bekende verschijning die in de rol van materiaalman bij honderden wedstrijden aanwezig was. Driekus was geliefd bij trainers en spelers van alle generaties. Zijn ontwapenende lach en humor deden iedereen beseffen dat er veel meer is dan een potje voetbal. Boos worden op Driekus was eigenlijk onmogelijk. Als fanatiek supporter werd Driekus begin jaren 70 materiaalman bij het eerste elftal van IJsselmeervogels. Bij vele kampioenschappen mocht hij zijn vreugde en intense liefde voor IJsselmeervogels dan tonen. In 2006 vond Driekus de tijd om het stokje na al die jaren over te geven. De absolute kroon op zijn werk volgde toen hij enkele maanden later werd benoemd tot erelid. Hoewel Driekus zelf wars was van enige poeha, vond hij dit toch wel een enorme eer en straalde toen hij de versierselen kreeg opgespeld. Met het overlijden van erelid Driekus van Dieren verliest IJsselmeervogels een groot vrijwilliger,
en bijzonder trouw supporter. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en nabestaanden, die wij als club alle troost en kracht wensen bij dit grote verdriet. Ik vraag u een minuut stil te zijn. En na de minuut stilte voor de markante Driekes van Diermen begon de wedstrijd dan tussen IJsselmeervogels en Noordwijk. Vorige week won IJsselmeervogels in blessuretijd van Barendrecht net aan en vandaag kwam Noordwijk dus op bezoek op de Westmaat. En in het begin was het IJsselmeervogels dat de klok sloeg, veelvuldig voor het doel kwam van doelman Mustafa Amerzin. En deze bal van Benny van Noord stuit het net over het doel. IJsselmeervogels in de beginfase, de eerste 10 minuten heer en meester. Veelvuldig dus voor het doel van Noordwijk, zoals hier. Ruimte aan de linkerkant. En een schot wat in het zijnet gaat. Dat zouden we vaker zien vandaag. Selmo Kurbekovic. Het vizier niet altijd op scherp. Maar dat gold in meerdere situaties. Hier Aoui. Ook vanaf de linkerkant. Krijgt de bal niet voor het doel. Nu wel met een hakje. Maar Verheid is net te laat om de bal vol op de slof te kunnen nemen. En zo blijft het 0 tegen 0. Daarna kwam Noordwijk toch wat meer uit de schulp, zoals het zo mooi heet. Een aantal kansen, zoals hier voor Fauzi, vorig jaar nog spelend voor IJsselmeervogels. Ook hij het vizier niet op scherp, ver over het doel van Patrick Sonneveld. Maar het was duidelijk dat Noordwijk na de eerste 10 minuten iets beter in de wedstrijd kwam. Uitverdedigend op zoek naar de lange spits, Brian Brown. Als je hem zo ziet lopen, dan zou je hem geen cent geven, maar hij kan nog heel aardig voetballen. Hier gaat hij er vandoor vanaf de linkerkant. Een schot op het doel, goed gestopt door Zonneveld. Vandaag weer goed keepend, de doelman van IJsselmeervogels. Noordwijk probeert daar eruit te komen. Een beetje slordig, daarom een kans. Michael de Harde ziet Thomas Verheid staan, buitenkantje rechts, maar de paas is niet zuiver genoeg op Verheid. Want anders had daar misschien meer in gezeten voor IJsselmeervogels. We schreven al de 28e minuut van de wedstrijd. Loopt al tegen het einde van de eerste helft. En IJsselmeervogels creëert nog wel mogelijkheden, zoals hier. Er is ruimte voor een schot van Nick Kuipers. Maar zoals ik al zei, het vizier stond niet op scherp. Veel slechte passes, lastige aannames. En dan is het soms moeilijk om te combineren tegen een toch wat verdedigend ingesteld Noordwijk. Dat het overigens prima deed. Kurbekovic hier één goede actie in ieder geval. Legt hem terug op Verheid. Maar die schiet de bal eigenlijk half in. En in tweede instantie ook geen goal voor IJsselmeervogels. Amerzin ligt goed in de weg. Tegen het einde van de eerste helft gaat Aoui op avontuur. Maar het is de andere kant op. We spelen van rechts naar links IJsselmeervogels. En dan gebeurt er dit. Balverlies. Via Brown weet uiteindelijk Fauzi de bal in bezit te krijgen. En daar komt al aanlopen. Aan de rechterkant met wat ruimte. Hoppa, de bal in de goal via Van Toor. Maar het doelpunt is er door Manu Puti. Kijk, hier is de ruimte. Goed benut door Noordwijk. Van Toor gooit zijn lijf er nog wel voor. Maar misschien wel via zijn voet over Zonneveld die boos is terecht. In ieder geval op Aoui, maar misschien ook wel op zijn verdediging dat hij zoveel ruimte heeft gegeven voor Noordwijk. Die net voor het verstrijken van de eerste helft op een 0-1 voorsprong komt. Misschien wel tegen de verhouding in, maar het is zo. 0 tegen 1 de stand. Na rust moet IJsselmeervogels dus komen tegen het lager geclasseerde Noordwijk. Mag geen puntverlies worden geleden. In het veld gekomen dus ook bij IJsselmeervogels. Brian Burgerhout met een goede actie in de eerste minuten van de tweede helft. Michael de Harder had het veld verlaten. Burgerhout hier weer aan de bal. Goed naar binnen draaiend. Ziet daar inderdaad ruimte. Maar de voorzet komt net niet bij Verheid terecht. Dat was jammer, want het was een mooie actie. En een goede kans ook via Ahmed Aoui. Die uiteindelijk er helemaal niets aan overhoudt. Een doeltrap voor de doelman van Noordwijk. Dat er af en toe wel uitkwam, counterend. IJsselmeervogels ging natuurlijk naar voren toe. Dan komt er achterin meer ruimte, zoals hier. Een levensgrote kans. Benny van Noord redt daar IJsselmeervogels in de 20e minuut. Anders had het zomaar 0 tegen 2 gestaan. Verheid zoekend naar de vrijstaande man. Dat lukt niet. Kuipers vangt de bal op. Gaat ook op avontuur. We hebben gezien waar dat toe kan leiden. Ziet aan de rechterkant toch ruimte.
En er komt een aardige voorzet vanaf die helaas niet kan worden ingewerkt door een van de spitsen van de IJsselmeervogels. Voorzet van aanvoerder Dennis Hollard. Hier een mooie actie aan de rechterkant door Aoi. Eigenlijk verdient dit meer, maar hij weet Verheid niet te bereiken. En daardoor blijft het 0 tegen 1. De tijd begint te tikken voor IJsselmeervogels. In het veld gekomen met nummer 14 El Gourari. En hier had eigenlijk misschien wel Aoi zelf door moeten gaan. Een aantal keren deed hij dat in een wedstrijd. Dat je dacht, paas de bal eens een keer. Nu paast hij hem terwijl je misschien dacht, had zelf geschoten. Maar alles moet in een split second worden besloten. En Aoi kiest eigenlijk niet, neemt niet de goede keuze. Een goed schot dit keer wel door Mustafa Amerzin gestopt. En het wilde maar niet lukken voor IJsselmeervogels. Nog 4 minuten officiële speeltijd. Rutgers in het veld gekomen. Mark Rutgers. En hier de andere invaller, zojuist genoemd, met een voorzet. Hij ziet Rutgers vrij staan bij de tweede paal. En goed ingekopt, prachtig ingekopt. En de 1-1 is een feit. Hier zie je El Gourari. Misschien wel op zoek naar Verheid, maar daarachter staat Rutgers vrijgelaten. Prima ingekopt. En het is 1-1. Hoop in de harten van de IJsselmeervogels supporters. Zou het dan nog kunnen vorige week tegen Barendrecht? Ook in blessuretijd. En nu nog 3-4 minuten met wat blessuretijd erbij. Het kan nog steeds. De 2 tegen 1 kon nog op het scorebord worden gezet door IJsselmeervogels. Alles op de aanval en dat betekent dat je ook ruimte achterin weg moet geven soms. Noordwijk kon daarvan profiteren, alhoewel hier Sonneveld prachtig in de baan van het schot valt. En hem dus stopt. Laatste acties van de wedstrijd. Zou het nog kunnen, Verheid. Op zoek naar een medespeler. Iedereen naar voren. Kuipers aan de linkerkant van het veld. Gaat hij schieten? Het houdt het midden tussen een voorzet en een schot. En het wordt helemaal niks. 48 minuten gespeeld en dus het einde van de wedstrijd. IJsselmeervogels morst 2 dure punten. 1-1 tegen Noordwijk. Ja, op de valreep een punt. Maar ik denk dat je daar ook niet tevreden mee bent. Nee, daar moeten we zeker niet tevreden mee zijn. Als je tegen Noordwijk speelt thuis, dan moet je hem sowieso winnen. En dat hebben we nagelaten. En er zijn kostbare punten zijn het geweest die we hebben verloren. Ze zeggen wel eens kampioen word je tegen de kleintjes, maar er worden dit jaar wel heel veel punten verspeeld tegen de kleintjes. Ja, dat is waar. Alleen dus normaal gesproken is dat een feit als je met z'n 2 of 3 strijdt om een kampioenschap. Op dit moment staan er 5, 6 die kans maken. Dus als je van de grote nu wint, doe je nog steeds mee om het kampioenschap. En we staan op dit moment gewoon steeds bovenaan. Laten we dat als positieve pakken, maar vandaag was het niet best dat we 2 punten hebben laten liggen. Nee, waar lag het aan? Eigenlijk waren er wel mogelijkheden, maar net het laatste stukje ontbrak. Ja, een slappe eerste helft eigenlijk. In de tweede helft mis je toch net de scherpte om die goal te willen maken. En elke keer een balletje weer naast je neerleggen terwijl je kan schieten. Dat soort dingetjes moeten toch veranderen. En ook een paar ballen die voor de goal langs vliegen waar niemand een voetje tegenaan zet. Ja, dan mis je de scherpte. En dan maak je gelukkig nog 5 minuten voor tijd maak je de 1-1. Maar het zijn wel 2 dure punten geweest. Ja, volgende week uit naar HAC Hardenberg. In de topklasse nog niet gewonnen daar. Dat moet dan dit jaar maar een keer gaan gebeuren? Dat klopt. We hebben nu vandaag punten laten liggen. En volgende week moeten we het goed maken. Want je moet mee blijven doen. En dat is een directe concurrent. En daar gaan we vol voor de 3 punten. Succes daarmee. Dankjewel. Uiteindelijk in de slotfase nog een punt. Ik denk dat je daar onmogelijk tevreden mee kunt zijn. Ja, absoluut niet. Nee, we staan bovenaan en we moeten gewoon 3 punten halen. En hoe we beginnen aan de wedstrijd. Ja, we waren wel de betere ploeg, maar er ging zoveel fout op middenveld, voorin en achterin. Ja, dan kom je voor rust, net voor rust kom je 1-0 achter. Ja, dan zie je in de kleedkamer. Ik weet niet, zitten met gebogen kopje zitten daar. En hebben het wel een beetje op geprobeerd te peppen. Ja, in de tweede helft doe je er alles aan, maar het zit gewoon niet mee. En, ja, gelukkig maak je wel nog die 1-1. Dan heb je toch nog een punt, maar het voelt wel als een nederlaag. Ja, ook na die 1-1 kwam nog een beste kans die jij er goed uithoudt. Ja, dat weet je. Het is zo'n wedstrijd. We hebben zoveel moeite gedaan voor die 1-1. En hij kan zomaar weer de 1-2 vallen. En gelukkig gebeurt het niet. En gelukkig heb je dan op dat gebied is ben je al blij met een punt. Ik had wel het idee als die 1-1 iets eerder was gevallen, dat het ook maar zo 2-3-1 had kunnen worden. Want ik denk als er één ploeg toch wel verdiende te winnen, waren jullie het.
Ja, absoluut. Kijk, met alle respect van Noordwijk, maar we zijn gewoon veel beter normaal gesproken. En we hebben het ze best wel makkelijk gemaakt, denk ik, door hun op 1-0 voor te laten komen. Ja, als je snel die 1-1 maakt, dan was ik ook van overtuigd dat we eroverheen gingen. Maar het is niet gebeurd. Het is altijd een achteraf kijken. Oké, dankjewel. Ik denk opnieuw een teleurstellend resultaat tegen een laagvlieger. Zeker. Ik bedoel, je hebt 2 punten verloren. Onnodig. Maar het is een feit. Ja, we hadden het erover Noordwijk vrij defensief. Maar jullie hadden ook niet echt de sleutel tot de oplossing om er doorheen te komen. Nou ja, we zijn er wel een aantal keer doorheen gekomen via die zijkanten. Maar dat was, de ene keer was de voorzet niet goed. En de tweede keer was de positie voor de goal niet goed. Dus ik vind wel dat we een aantal keren goed erdoorheen zijn gekomen. En ook de eerste helft, de eerste 10 minuten hebben we toch wat dingetjes kunnen creëren. Maar we konden niet de trekker overhalen helaas. Uiteindelijk maak je dan nog 1-1. Ja, ben je daar nog een beetje blij mee of zeg je van nou... Ja, blij is een groot woord. Alleen het is wel prettig dat hij erin vliegt natuurlijk. Hè? Ik bedoel, het is toch een puntje. Ja, want ze zeggen wel kampioen word je tegen de kleintjes. Ondertussen worden er tegen Sneek veel punten. Nu tegen Noordwijk ook weer 4 punten verloren. Wat dat betreft moet het volgende week wel goed gaan komen. Ja, nou ja, je moet eigenlijk tegen iedereen moet je, je punten pakken. Maar deze wedstrijden moet je zeker 3 punten pakken. Ik bedoel, want je komt straks tegenstanders tegen die ook bij de bovenste staan. En ja, dan moet je het allemaal een keer goed maken tegen zulke ploegen. Maar ik ben wel met je eens dat je tegen de kleintjes met alle respect wel die punten moet pakken. Ja, hoe lekker is het voor jou als trainer dat je wel terug kunt vallen op een hele goede keeper? Want Patrick Sonneveld houdt jullie toch een paar keer de kansjes die Noordwijk kreeg. Daar hield hij toch fantastisch tegen. Ja, Patrick heeft vandaag heel erg goed gedaan. Ik bedoel, kijk, als je gaat drukken, dan weet je dat je wat ruimtes weg gaat geven. En die heeft hij heel goed ingevuld toen ze voor de goal kwamen. En Patrick heeft gewoon goed gedaan. Ja, de afgelopen weken werd er wel weer gescoord. Had je ook gehoopt dat er misschien bij Thomas iets meer vertrouwen was? Die had niet een van zijn betere wedstrijden vandaag. Nee, maar ik denk dat Thomas vertrouwen zat heeft van de staf, van de hele selectie. Maar ja, op een gegeven moment zal dat vanzelf wel weer een keer gaan komen. Want ik bedoel, Thomas baalt er zelf natuurlijk ook van. En hij had vandaag natuurlijk ook wel zijn kooltje mee willen pikken. Maar het zat er niet in. Was ongelukkig in zijn spel. Ja, volgende week HSC. Daar hebben jullie in de topklasse nog niet gewonnen. In een knotsgekke competitie gaat het misschien wel lukken deze keer. Het zal moeten. Nou ja, dan wordt het een keer tijd om die traditie te verbreken. Ja, iedereen die praat erover. IJsselmeer woos nooit van HSC gewonnen daaruit. Nou ja, dat is een leuke uitdaging om daar een begin mee te maken. Succes daarmee. Dankjewel.